gasten, Gamebozy, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik een keer iets heel anders. Ik doe namelijk Would You Rather, een soort van challenge. Dan krijg je twee opties en daaruit moet je zeg maar kiezen. En dat zijn meestal wel fucked up opties die je dan moet kiezen. Maar het is best wel lach om een keertje te doen. Mocht je het niet kennen, weet je tijdens het kijken, dan kom je er vanzelf wel achter hoe het werkt. Het is wel in het Engels, maar ik vertel alles gewoon in het Nederlands. En soms weet ik zelf ook een woord niet. Maar dan heb ik gewoon Google Translate naast me staan, zodat ik het zo kan vertalen. En dat is natuurlijk wel net zo handig. Maar voordat we verder gaan, laat natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog achter. Abonneer ook als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar gewoon lekker meteen beginnen. Weet je, op deze manier leren jullie misschien mij ook een keer of wat beter kennen. Het is niet echt een Q&A, maar het is wel, ja, best wel een keer iets grappigs. Gewoon een keer iets randoms. En trouwens, als je ook wil dat ik een keer andere games ga spelen of andere dingen, laat me even weten in de comments wat ik dan moet spelen. Weet je, dit vond ik wel een keertje leuk. Ik zag het staan in de top van de app, zo, dus ik dacht, dit doe ik gewoon een keertje. Oké, de eerste vraag. De bovenste is zeg maar, je krijgt betaald voor het spelen van sports. En daaronder, je krijgt betaald voor het spelen van videogames. Nou, ik krijg momenteel eigenlijk betaald voor het maken van videogames, een soort van. Want ik ben YouTuber en ik speel games. Dus eigenlijk die onderste, dat heb ik momenteel al. Maar het lijkt me wel heel vet om betaald te krijgen om te sporten. Zeg maar, voetballer of zo. Dat lijkt me wel echt ziek vet hoor. Ja, dus ik ga voor de bovenste. En, 57% van de mensen die klikken toch op videogames. Dat vind ik best wel baas. Want dan zijn er dus ziek veel mensen die eigenlijk ook al willen wat ik momenteel doe. Dus op zich wel baas. Oeh, ik stoot er bijna mijn drink op. We doen naar de volgende vraag. Je eigen privévliegtuig hebben of een eigen eiland. Een eigen eiland lijkt me ook wel heel vet hoor. Weet je, je kan altijd wel in een andermans vliegtuig of gewoon via KLM of zo. Daar moet je dan wel voor betalen. Maar je hebt een eigen eiland, dat kan je niet zomaar even regelen, weet je. Je kan niet zeggen, ik wil even voor een paar dagen een eigen eiland. Dat kan niet, want dat je wel gewoon in een vliegtuig kan stappen van een vliegmaatschappij. Dus ik ga sowieso voor een eiland. Lijkt me echt ziek vet om ergens midden in de middle of nowhere een eigen eiland te hebben. Waar je gewoon keihard kan chillen met kokosnoten en shit. En de meeste mensen waren hier ook, ja, die hadden hier ook voor gaan. 68% van de mensen gingen ook voor een eiland. Oké, volgende. De bovenste is dat je in een zwembad moet springen vol lava. Met andere woorden, dan ga je dood. En die onderste is jump in a pool of freezing water. Nou, dat is dus ijskoud water. Nou, dan is de keuze heel makkelijk gemaakt. Die bovenste, als je in een zwembad met lava springt, dan ga je dus gegarandeerd dood. Dus no way dat je dat kan overleven. Terwijl dat in ijskoud water, als je er dan weer een beetje snel uitgaat, dan overleef je dat gewoon. Dan heb je het eventjes koud en that's it. Maar dan moet je er ook niet te lang in blijven. Dan is het ook wel gevaarlijk. Maar natuurlijk ga ik voor water. En 91% van de mensen ging ook voor freezing water. Wat natuurlijk ook compleet logisch is. Want in lava ga je gewoon dood. Het is gewoon, dit slaat helemaal nergens op deze vraag. Stel door naar de volgende. Een Oscar winnen of een Nobel Prize? Volgens mij een Oscar, dat is iets wat je krijgt als je heel goed bent in het acteren. Of dat je heel goed hebt gepresteerd in een film. Een Nobel Prize is meer dat je echt iets hebt gedaan voor de wereld, om de wereld beter te maken. Dus dan zou ik toch eerder voor de Nobel Prize gaan. Want dat is gewoon iets, je hebt echt iets bijgedragen of zo in deze wereld. Een Oscar is wel vet, maar dat zou ja, voor de Nobel Prize. En de meeste mensen zouden daar inderdaad ook voor gaan. Wat zou je liever? Een leven redden van iemand anders? Of dat iemand anders het leven van jou redt? Dit is echt fucked up. Hoe moet je hier dan van? Tuurlijk wil ik niet zelf dood. Tuurlijk niet. Maar je wil ook niet dat iemand anders doodgaat. Dit is echt fucked up. Hangt er vanaf wie die anderegene is. Als die anderegene een hele goede kennis, een familie of echt iemand is, dan ga ik voor iemand anders. Maar als die andere helemaal, dat ik die helemaal niet ken, dan zou ik toch voor mijn eigen leven gaan. Ja, sorry, maar Oké, ik druk er gewoon één aan. Ik heb er gewoon één aan gedrukt, maar dit was echt een fucked up vraag. Dit is echt lastig van dat soort dingen, jongen. Oké, snel door naar de volgende. We gaan de vorige weer vergeten. De bovenste is dat je zeg maar dakloos bent, dat je geen huis hebt, maar dat je wel gewoon blij bent. En de onderste is dat je een heel mooi huis hebt, maar dat je altijd verdrietig bent, altijd depressed. Ja, dit is eigenlijk heel makkelijk. Ik woon liever niet in een huis en ben altijd gelukkig dan dat ik in een heel mooi huis woon en ik ben ongelukkig. Dat wil je toch niet? Wat heb je dan aan dat mooie huis? Je bent ongelukkig. En daar, ik vind dat wel dat het leven daarom draait. Je moet gelukkig zijn met de dingen die je doet. Dus ik ga gewoon be homeless. But generally happy. En de meeste mensen gingen daarvoor, wat natuurlijk ook wel logisch is. Give bad advice, receive bad advice. Dus je geeft slecht advies naar iemand anders of je krijgt slecht advies.
advies van iemand anders. Dan ga ik liever slecht advies van iemand anders krijgen. Ik vind het niet leuk om iemand anders slecht advies te geven. Dat is natuurlijk niet leuk. Vet veel mensen die doen dan nog wel slecht advies geven dan aan iemand anders. Ja, boeien. We gaan snel door naar de volgende. Spend a day in een amusement park, zoals Walibi of zo, dat je daar een dag doorbrengt. Of in een waterpark. Ja, dat is toch een soort van waterpretpark met gewoon een ziek zwembad met allemaal glijbanen. Ik ga dan toch voor een soort van Walibi. Ik vind die achtbanen en dat soort dingen vind ik persoonlijk wel echt heel vet. Gewoon de kei naar beneden en al die loopings en zo, daar word ik helemaal een par van. Maar in de zomer, echt helemaal als het 30 graden is, wil ik liever naar een waterpark. Maar zolang het geen 30 graden is, toch liever naar een soort van Walibi. Dat vind ik wel vettig. De meeste mensen willen wel naar een waterpark, maar ja. Ja, momenteel is het hier winter, dus ik denk helemaal niet aan zwemmen. Dan ga je toch helemaal niet bij nadenken. Wat zou ik liever doen? Kanker genezen of aliens ontdekken? Nou ja, een alien race, ja, dan is de keuze wel voor mij heel makkelijk. Mij boeit dat helemaal niks, die aliens. Ik geloof er ook niet in. Ik kan me niet voorstellen dat ergens anders hele vage poppetjes rondlopen. En dan ga ik natuurlijk voor kanker genezen. Het is gewoon fucked up. En ja, dat zou erg mooi zijn als dat ooit een keer gaat gebeuren. Dat het gewoon te genezen valt. De meeste mensen gingen er ook voor. Je bent gewoon echt fucked up als je discover voor de aliens gaat. Het slaat helemaal nergens op. Snel door naar de volgende. Oké, dit is ook wel een beetje een fucked up vraag. Die bovenste is, leef naast een soort van afvaldump. Plek, zeg maar, gewoon met allemaal afval en shit. Of je leeft naast een begraafplaats. Dit is wel een beetje lastig. Daar zou dan denk ik voor een begraafplaats gaan. Want ja, het is wel een beetje fucked up, maar daar merk je niet zoveel van. Ik geloof niet in al die bijgeloof van begraafplaatsen. En ik denk dat je daar dan nog gewoon lekkertje ook kan wonen. Terwijl dat als je naast een soort van afvaldumpplek woont, dan stinkt het altijd mensen die afval dumpen en het mut. Oh nee, dat lijkt me helemaal niks. Dan ga ik voor de onderste en de meeste mensen gingen daar ook voor. Door naar de volgende. Assault a police officer, assault a well-known gang member. Dus je valt een politie aan of je valt zeg maar een gang member aan. Dan zou ik denk ik toch voor de politie gaan. Klinkt misschien een beetje raar. Maar als je een gang aanvalt, dan weet je eigenlijk zeker dat je doodgaat. Want zo'n gang, die schiet je sowieso neer. Die pop je sowieso neer. Dat kan niet anders. Terwijl dat de politie je misschien eerst nog probeert aan te houden zonder echt geweld. Of die gaat gewoon je neerslaan en dan kom je in de gevangenis. En dan overleef je het boel. Dan overleef je het wel. Maar ik denk als je een gang aanvalt, dat je wel sowieso doodgaat. Dus ik ga voor de... Nee! Oh, ik wou voor de police gaan, maar ik druk per ongeluk op gang. Maar, de politie had wel minder. Maar ik zou sowieso voor de politie gaan. Maar ik heb de verkeerde aangedrukt. Dat kan natuurlijk ook af en toe gebeuren. Oh, dit is ook wel lastig. Die bovenste is dat je zeg maar in de handboeien zit. Met gewoon een compleet random iemand die je niet kent. Of die onderste is dat je baan moet doen. Een jaar onbetaald. Dit is wel heel lastig. Dus of ik doe een YouTube zeg maar. Doe ik een jaar zonder betaald te krijgen. Op zich vind ik YouTube echt leuk. Dus ik zou dat wel willen doen. Maar ik woon momenteel zeg maar in mijn eigen huis. Als ik nu stop met YouTube en ik stop er helemaal mee, dan kan ik mijn eigen huis niet eens meer betalen. Dan moet ik weer terug naar mijn ouders en dat is ook niet echt chill. In handboeien zitten voor een jaar met een compleet vreemde, dan zou ik helemaal gek worden. Dus ik zou dan denk ik toch voor die onbetaald een jaar werken. Ik denk dat ik dat toch dan zal doen. En dan hoop ik gewoon dat ik dan, dan moet ik ziek voor gaan sparen dan. Maar dan zou ik sowieso voor een jaar onbetaald werken, want ik denk... Als je een jaar lang met een vreemd iemand zit die aan je arm zit. Nou, na een tijdje ken je hem natuurlijk wel. Maar ik zou helemaal gek worden. Dan moet je nagaan. Als je naar de wc gaat, als je op bed ligt, altijd zit hij naast je. Altijd. Dat wil je toch niet. Dan word je echt helemaal gek. Maar door naar de volgende vraag. Oké, de bovenste is een student die altijd slaapt in de klas. Je hebt altijd van die leerlingen die altijd slapen in de klas. Maar die onderste is, je hebt ook studenten die altijd praten in de klas. Nou, ik vind altijd mensen die altijd aan het praten, blablabla, altijd bezig zijn in de klas, vind ik soms best wel irritant. Ja, ondertussen zit ik niet meer op school. Maar dan zou ik liever de student zijn die gewoon lekker slaapt in de klas. Weet je, kan je gewoon lekker pitten. Niemand heeft echt last van je. Ja, waarschijnlijk wordt de meester of juf of weet ik veel, die wordt waarschijnlijk wel boos. Maar ach, goeie, weet je, je hebt gewoon lekker chillen tijd op school. Lekker slapen, dus ik ga sowieso voor de bovenste. Oh,
Nou, de meesten gingen voor praten in de klas. Ik ga de school verslapen. Ik vind dat lekkerder. Nu niet. Volgende. Glasses, contactlenzen. Dus contactlenzen of een bril. Ik ga dan sowieso voor lenzen. Lijkt me wel chillen. Ik heb gewoon goede ogen. In ieder geval voorlopig waarschijnlijk als ik ouder word. Worden ze waarschijnlijk wel slechter. In ieder geval bijna iedereen heeft dat. En dan ondertussen krijg ik reclame. Nee, dat wil ik niet. Maar weet je wat? Dit wordt de laatste vraag. Ik vind het wel leuk om dit als laatste te doen. Laat Usain Bolt volop in je inrennen, dat hij echt full speed gaat en dat hij keihard tegen je aanknalt. Nou ja, Usain Bolt, dat weet iedereen, snelste man op aarde, dus dat gaat sowieso pijn doen. Of laat Bruce Lee, dat is een hele goede bokser volgens mij, jou één keer zeg maar slaan. Dit is wel fucked up. Ik denk Usain Bolt, die kan volgens mij echt bijna 40 kilometer per uur rennen of zo. Ik zoek wel even op. Ik ben wel benieuwd hoe snel die Usain Bolt is. Usain Bolt, die kan gewoon 44 kilometer per uur rennen. Dus als dat volop tegen je aanknalt, dan doet dat echt heel pijn. Dan kan je denk ik gewoon allemaal dingen breken en zo. Terwijl dat als je denk ik één dikke klap krijgt, dat je dat dan nog wel overleeft. Ja, zo'n één klap is vervelend. Maar dan ga je, ik denk dat je meer overhaalt als Usain Bolt volop op je inrent, dat je één klap krijgt van Bruce Lee. Bruce Lee slaat natuurlijk knijterhard, maar ik denk dat dat dan toch beter is. De meesten zouden gaan voor Usain Bolt, maar ik denk dat je dan echt meer schade overhoudt. Maar dit was het in ieder geval voor deze video. Het was een keer iets compleet anders. Ik vond het best wel leuk om te doen. Weet je, dat is ook best wel nadenken. En af en toe zijn die vragen echt fucked up. Dat denk je echt, hoe moet ik hier tussen kiezen? Dit kan gewoon niet. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Zoals ik aan het begin van de video ook al zei, mocht je een andere game hebben die ik moet gaan spelen, laat me even weten beneden achter in de reacties. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, baten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!